President Desi Bouterse zal zich in de komende periode persoonlijk sterk maken om corruptieve zaken onder de aandacht van de procureur-generaal te brengen. Dit benadrukte de president gisteren tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblée. Tijdens deze vergadering heeft de regering antwoord gegeven op vragen over onder meer corruptie die ruim een maand geleden zijn gesteld door het parlement. Bouterse gaf aan dat hij met gepaste diplomatie aandacht zal vragen voor het onderzoek naar corruptieve handelingen. Ik sprak recentelijk met de minister van ROGB met betrekking tot naar wij hebben constateren malversaties, onder andere bij SBB. De zaak is uitgezocht, de rapporten zijn uitgebreid gestuurd naar de instantie die het moeten behandelen en tot vandaag. De drie machten die zijn duidelijk gescheiden, maar desondanks zal ik zeker op verzoek van de regering en van de DNA contact opnemen met het Openbaar Ministerie om deze zaak te berden te brengen. Nogmaals, ik praat dan een beetje langzaam op dit stuk, omdat de scheiding der machten binnen het democratisch bestel duidelijk is. Maar ik zal met gepaste diplomatie aandacht vragen voor wat ik hier heb mogen vernemen, wat we zelf ook ervaren. Assembleelid Karel Breeveld is niet helemaal tevreden met de belofte van het staatshoofd. De volksvertegenwoordiger vindt dat deze zaken strakker en zakelijker moeten worden aangepakt. Deze regering heeft nog geen één geval van corruptie aangepakt. Nog geen één. Wel kladrapporten die allemaal keurig liggen op het ministerie van Financiën, maar geen één geval, terwijl er veel gevallen zijn. Dus ik vind dat er veel meer voortvarendheid, en het is gezegd door mij ook naar analogie van de voortvarendheid die aan de dag gelegd is met betrekking tot de kwestie van Betel Jade en van het Diana-internaat. Dat is dan tot in de puntjes neergezet en man en paard genoemd. En dan zeg ik een analogie daarvan, doe hetzelfde dan. Want het gaat om diezelfde staatsmiddelen waar de minister het over heeft. Dat wij staatsmiddelen op een juiste, correcte manier moeten gebruiken en niet zomaar moeten uitgeven. Nou, hetzelfde geldt dus voor de miljoenen die aan corruptie kwijt zijn geraakt. Suriname zit in een crisissituatie. Suriname zit in een situatie waarin we het geld keihard nodig hebben. En mede door de corruptie zijn we waar we in beland zijn nu. En ik durf dat te zeggen. Assembleelid Karel Breeveld, de parlementariër, reageert op de belofte van de president om corruptieve zaken serieuzer aan te pakken. Breeveld is echter van mening dat deze corruptieve zaken strakker moeten worden aangepakt.